Goedemiddag allemaal, het is alweer donderdag 28 december 2017. Het is alweer bijna het einde van het jaar. Ja, eventjes aan het, eventjes hier op het veldje met Lovely. Ja, die, is eventjes, die moest heel eventjes nog even naar buiten. Dus dan ga ik even maar naar buiten vanzelf, hè. Ja, meer dan dat kan ik ook niet ervan maken. Nee, Lovely, kijk eens. Kijk eens, kom. Lovely, kom eens. Kom maar. Hey, zitten. Ga eens maar zitten. Dan word jij alweer grote meid, hè. Ja. Zeg maar, ik heb vleugeltjes gekregen. Hé? Ja. Ja, hè meisje? Ja, mooi tuigje om, hè? Ook dat nog. Ja, het is koud buiten, ook dat nog. Ja. Ga maar kijken, kom maar, kom. Joepie, joepie, joepie. Gaat ze de andere kant op, de bosjes in. Ja. Kom dan. Kom dan. Nou, de alles heb ik alweer gedaan. Ik moet nu nog alleen even een was opvouwen. En er zit een was in de droger en er zit een was in de wasmachine. Moet ik ook nog doen. En dan moet ik nog weer een was in de wasmachine doen. En dan weer een droger. En dan heb ik nog een was. Dus ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Maar. Ik wil even niet laten onthouden van iets moois. Die ligt daar. En die ligt hier. Uitgestrekt en wel. Ja. Dus dat wou ik jullie even niet... onthouden, ja, niet onthouden, maar ik wou het jullie even laten zien, ja. Dus dat heb ik nou weer gedaan, ja, precies. Dus, ja, zometeen eventjes, misschien nog even een stukje fietsen of zo. Eventjes met mijn GoPro'tje mee. Ja, want ik vind het wel leuk. Want dan hoef ik deze camera niet te gebruiken. Dat is ook ideaal, want dan heb je het niet iedere keer dit geval. Dus dat is ook wel erg... interessant. Ja, alleen ik moet nog even andere muziekjes even gaan bekijken en zoeken. Want iedere keer hetzelfde muziekje is ook niet altijd alles. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan er gewoon weer voor. En ik heb nou 2 laptops, dus ik kan even gaan en gewoon zoeken en doen. En dan kan mijn maatje eventjes mijn externe harde schijf even helemaal weer gaan doen op mijn andere computer, pc, laptop. Even helemaal gaan opschonen. Ja, want dan kan ik weer deze laptop ook weer even opschonen. Kijk, dat scheelt ook alweer. Ja, want die moet ook weer eventjes opnieuw geïnstalleerd worden. Lijkt me ook alweer even handig. Dus, maar dat is ook weer voor iets voor in het nieuwe jaar. Nou, ik heb even weer boodschapjes gedaan. Ik heb ook eventjes bij de plaatselijke snackbar eventjes oliebollen en even appelbeignets gehaald. Even lekker. Dat vond ik gewoon even geweldig, heerlijk. Ja, want dat maakt ook goed. Dus shout-out naar Jack Snack. En ik ga nu wat anders erbij lekkers maken. Gewoon voor morgen of zo. Dat is lekker vers gemaakte snert. Dus ik heb hier al... hele grote pan staan. En heb ik hier ook spliterwten. Heb ik hier nog wel een pakket, maar moet ik even nog wat extra's bijhalen. Hier staat de hele beschrijving op. Dus dat ga ik ook dan nog eventjes me daar, nou ja, niet er helemaal aan houden. Want ik maak even iets meer dan gemiddeld. En mijn twee lieve schatjes liggen ook hier alweer in de keuken. Eentje ligt daar, eentje ligt... even kijken, oh, hier. Dus eentje daar, eentje daar. Jij bent lief. Hier, cameraatje. Jij bent lief.
Yes, ik ga jullie even meenemen in het maken van mijn snert. Ja. Ja, daar waren we weer. Kijk, hij, die mafklapper is er ook weer. Ja, heb ik even hier naartoe gevraagd, want we gaan zo meteen lekker vers eten. Verser als vers, dat kunnen we nou niet. Nee. En hier zitten we in iemand te piepelen. Vind ik ook niet leuk, maar oké, lekker laten gaan. En die heeft echt zoiets van, ja, maar ik kan. Kijk. Ze heeft echt zoiets van, ja, maar nu ik dan. Ik wil ook lekkers, want hun hebben ook lekkers. Ja, maar waarom ik dan niet? Zo, wat denk je? Ik ga het weer eens even proberen. Ja, dat dacht ik. Ja, ik denk wel. De ja? Damp is eraf. Ik ga een poging wagen, maar nee. Die lode pijp is zacht geworden. Dat doet zeer, hè? En dat was maar een heel klein hapje. Ja. Had ik niet wat ijsblokjes in kunnen doen dan? Nee. Ijsblokjes ook lekker. Nee. Nee, dat lijkt me niet handig niet. Bevroren erwtensoep. Nee. Kun je ontdooien, dan is het niet zo warm meer. Nee. Maar nou kun je dus nagaan hoe langzaam ik dus eet, hè? Ja, ongeveer, plus minus, een klein beetje. Je hebt ook een ijzeren, metalen bakje, dat wordt vanzelf heet. Ja. Ik heb een stenen bak, die is lekker koel nog. Ja. Niet voor lang, maar toch. Wie zal het zeggen? Ja, je weet het nooit, hè? Precies. Nee. Ik weet het nooit met jou. Nee. Maar ik ben dus ook vandaag eventjes weer weg geweest. Even hem opgehaald bij zijn werk. Toen naar het winkelcentrum. Maar... Nee. Ja, kijk. Hij ging zelf scherpstellen. Dat is heel mooi. Dat is fijn. Nee, maar... dus ik heb mijn GoPro weer op mijn fiets gedaan. Dus die gaan we ook weer eventjes in elkaar verranselen. Ja. Er is iemand aan het eten en het is een beetje heet. Normaal heeft hij een looie pijp, maar nu dus niet. Hij vindt het heel erg heet, maar wel lekker volgens mij. Ja, ja, anders, maar te doen. Anders maar te doen. Ja, normaal heb ik van die ertessoep die is een beetje fijn gemalen, zeg maar. Maar deze zit het een en ander in wat ik niet gewend ben. Dat is mooi. Maar het is heet. Ja, dat gezicht is van jou. Wat nou voor gezicht van mij? Dat is leuk. Moet ik hier ook van jou nog wat heter maken met wat lekkere sambal erin? Nee. Yummy. Want ik heb er al een beetje sambal in gedaan. Ook vandaar. Want? Omdat het heet. Dat is heet, ja. Doe even rustig dan. Zet het dan nog even neer. Ja. Dan wordt het koud. Ja, nou en! Een beetje afkoelen. Kun je rustig eten? Kun je even rustig eten? Ik eet heel rustig. Nee. Anders is het in één keer weg. Nee, je moet hier gewoon naar kijken. En niet die kant, want de flitsen die staat nou toch niet aan. Nee, dat is goed. Dat is normaal. Gek. Dus ik zou zeggen, vind je deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En het is gratis. Doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. Ik zou zeggen, dankjewel. En tot de volgende vlog maar weer.